Goedenavond en welkom bij weer een zinderend spelletje Spooktaculair Roulette. Goed, de regels zijn erg simpel. Je mag het huis niet uit voor je je aangewezen geest hebt verslagen. Hij zal zo meteen verschijnen met als enige doel jouw vernietiging. Dus hou je goed vast aan al je 9 levens, want je gaat ze nodig hebben. Mag ik een koud applaus voor onze geestige gast van vanavond, de onzichtbare kat? De entree is niet zijn sterkste punt. Het komt door de onzichtbaarheid en zo. Moet jij nodig zeggen, Botterik? Het heet de subtiele aanpak. Nu de introducties achterwege zijn, zullen we dansen? Wat een toeval! Ik wilde net wat broodjes laten bezorgen. Niet zo snel, mijn muizenmaatjes. Bedankt voor de lunch, hè, jongens. Zie jij wat er gebeurt? Ik ook niet. Hey, maat, kun je ons een handje helpen? Je kunt ze net zo goed helpen. Wie weet, misschien komen ze nog handig van pas. Hoe durf je tussen mij en mijn broodje te komen? Maar ik heb al eerder met dit bijltje gehakt. Dus je wil mij verslaan met verstoppertje, vriend? Ik verstop me beter dan wie dan ook. Ah, een spook! Hé, hey, kom je hier vaker? Boe! Durf je mijn lunch te verstoren? Psst. Laat hem niezen. Je kunt hem niet zien, maar dan kun je hem wel horen. Hatsjoe! 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 Ik vervloek je! Hatsjoe! Hatsjoe! Daar gaan jullie! Hey, zoek je eigen eten! Blijven jullie maar hier. Ik ga even wat dipsaus tevoorschijn toveren. En haal je maar niks in je hoofd als ik weg ben. Aha! Handen omhoog! Ik had toch gezegd blijven zitten? Komt-ie! Allemachtig! Ik heb jullie vuile plannetjes wel door. Maar niemand trekt het kleed onder mij vandaan. En nu ga ik er vandoor. Grapje, ik ben er nog. Kietjeboe! Goed gedaan! Met een wapen in zijn handen zie je tenminste waar hij is. Voor zo'n botterik heb je wel een punt. Ach, ik kan toch meer schade doen met mijn blote klauwen. Wat een portret ben ik, hè? Hé, hey, waar is je skelethulpje nu, Pookie? Haha! Tijd voor een wereldreis! Au, oh, weer onder de troep! Tijd om even te douchen. Ja! Mag ik alsjeblieft wat privacy? Ik voel me weer helemaal abnormaal. Kan ik weer lekker onzichtbaar spoken? Oh nee, ze hebben me ingepakt. Gemummificeerd door meerdere maniacale muizen. Oh, dit zet ik jullie betaald. Jij weer? Inpakken en wegwezen. Eten en rennen is niet gezond. Dus ik ren eerst en eet later. Oh nee, de formule is bijna uitgewerkt. Op naar het lab voor nog een portie. Wat ga je nou doen? Je ziet geen hand voor ogen in het donker. Oh, maar hij ook niet natuurlijk. Ik begrijp het al. Geniaal. Wat een vuile streek. Maar ik kan jullie ogen nog steeds zien.